Ja, nu zijn we dat. Rapt. Dan zijn we hier bij Haag Club. En wij gaan weer een leuk muziekje spelen voor hem. En ja, dat gaat wel voor natuurlijk. Dus dat kan dus niet doen. Ja, welkom mensen. We zijn in Almelo bij Almelo. De Karelskamp, waar natuurlijk Huig Plug is ingesloten. Nou, een heel mooi. Kees van de Ledcar die kwam zojuist nog langs. Dat hebben jullie net al in de beelden kunnen zien. En ja, we staan nu aan de achterkant van de gevangenis, of het huis van bewaring, of hoe je dat maar wil noemen. En we gaan zo een lievelingsnummer van Huig afspelen. Nou, de rat is natuurlijk ook weer aanwezig en ik dacht van ik neem jullie eventjes mee in hoe wij dit dan hier zo altijd organiseren voor Huig. Als je straks gaat kijken, misschien kan de cameraman zo even inzoomen. Het is het vanaf de linkerkant het vierde raampje. Dus dan zie je vanzelf al iets ontstaan. Ja. Ja, heb jij nog iets te vertellen aan Huig, Rat? Ja. Papa Rat, zie. Maar vanaf die zegt dat de klokleiders helemaal niet te horen te zitten. Nee, dan zullen we eens even kijken of hij er eigenlijk ook is. Wil je hem eens even roepen? Hey, hey, ben er nog? We zijn er weer. Ja, hij antwoordt. Wel een leuk liedje voor je spelen. Wordt gezellig. Thank you.
Ja, dat was een mooi liedje. Ik hoop dat je het mooi hebt gevonden. En we blijven voor je doorstrijden tot klokkenluiders weer vrijkomen. Klokkenluiders horen niet in de gevangenis. Ze horen vrij te zijn en op handen worden gedragen. Maar dat gebeurt hier niet in Nederland. Dat is jammer. Maar we gaan alles aan doen. Houd moet. Houd. Ik kan nog verder draaien hoor. Ja, dat was Truth van London Grammar. Een nummer wat Huig herhaaldelijk ook op zijn Twitter heeft gedeeld. En ja, wat wij nu hier ook afspelen, omdat hij dat gewoon hartstikke mooi vindt natuurlijk. Nou, het was een beetje een abrupte onderbreking, maar ja, zo doen we dat hier. That's how we roll. Zo gaan we het doen, zo gaan we het vaker doen. Huig zit nog een aantal weken natuurlijk ingesloten. Ik ben even de datum kwijt, tot hoe lang. Maar wij zullen hier zoveel mogelijk zijn om Huig te steunen. En ja, wil jij hem ook steunen, kom gerust langs. Vaak is er wel een update op Twitter wanneer hier mensen aanwezig zijn. En Huig heeft zojuist nog een beeldbellen video hebben online gezet. Waarin hij ook aangeeft dat hij 600 e-mails of 600 kaarten heeft gekregen. En ja, dat sterkt hem enorm en dat brengt hem de tijd door in de cel. Dus ga daar absoluut mee door. Het wordt enorm gewaardeerd, ook vanuit het hele team Huig. Dus zet hem op allemaal en ja, deel deze video natuurlijk, hè. Dankjewel. Free Huig Plug. Die rijdt hier mee door het hele land. Ja, je ziet het wat erop staat. Dat werkt hartstikke goed. Mensen herkennen dit. En het mooie van nu is, Huig kan het vanuit zijn cel gewoon bekijken. Dus we gaan nog even heen en weer. Kees die geeft nog even gas. Dan kan Huig ook de andere kant zien. En ja, dus als jullie deze manier zien rijden, ja, geef hem even een bedankje. Want ook deze mensen steunen Huig ontzettend natuurlijk. En zo zijn er zoveel. En ook dat willen wij graag zichtbaar maken. De mensen die zich allemaal inzetten voor Huig. Het zijn niet alleen wij, maar zoveel anderen. En het krijgt steeds meer draagvlak. En ja, mensen moeten gaan zien wat er aan de hand is. Waarom een klokkenluider van justitie gewoon zomaar is ingesloten. Dat kan allemaal in Nederland. Het is echt net gestoord en dat moet stoppen. En nou, hier laat ik hem bij. En ik kijk wel even wat er verder nu nog wordt opgenomen.